Hou je echt van mij? Is de titel van het eerste boek van Gloria Liquishu. De launch heeft vandaag plaatsgehad in de gemeente Gods, Rainville. Voor Liquishu is vandaag een bijzondere dag, omdat het ook de jaardag is van de stichting Wijd Mijn Lammeren. Wijd Mijn Lammeren is een interkerkelijk kinderwerk dat eigenlijk nationaal opereert in heel Suriname. En dat betekent dat we dus een kinderdagverblijf hebben op Santo Polder, een gospelshop, trainingszaal en uitleenservice voor kinderwerkers in de stad. We trainen mensen om op een creatieve en constructieve en vooral ook bijbelvaste manier bezig te zijn met kinderen in de stad, in districten en in het binnenland. Nu heb ik dat al 21 jaar gedaan. In de dorpen, ook in het binnenland, in Ikeri, onder de inheemse kinderen in Galibi. En dan ontdek je hoeveel verschillen er zijn, hoe kinderen verschillen, maar dat toch er bepaalde principes zijn die overal en altijd werken met kinderen. En over die ervaringen en vooral ook de visie om bezig te zijn met kinderen en het belang daarvan heb ik een boek geschreven en dat is dit boek dat vandaag is gelanceerd. Het heet Hou je echt van mij? En hou je echt van mij is een vraag die eigenlijk kinderen stellen door hun gedrag. Soms zijn kinderen ja, niet altijd even lief, niet altijd even gehoorzaam. Vooral tieners kunnen je soms echt helemaal wanhopig maken. Maar eigenlijk vragen ze steeds door hun gedrag dat enezelfde ding. Hou je echt van mij? En als je die vraag kan horen en zien in hun gedrag, dan geeft dat je geduld en visie om vol te houden met kinderen. Dus daarvoor heb ik dit boek geschreven. Hou je echt van mij is vanaf maandag verkrijgbaar. De launch is gedaan tijdens een luchtige dienst waarbij er toepasselijke liederen gezongen zijn. De schrijfster geeft aan dat dit boek geschreven kon worden door de toewijding van veel vrijwilligers en helpers van de stichting Wijd Mijn Lammeren die pro deo hun medewerking hebben verleend. Liquishu zegt dat ze hiermee hebben aangetoond hart te hebben voor kinderen. Maar als je hart hebt voor kinderen, maar ook als je wordt bewogen door de liefde van God. Want God houdt van kinderen en mensen die zich inzetten voor kinderen worden door hem gezegend. Dus ik wil ieder bemoedigen om dit boek aan te schaffen, om visie te krijgen. We hebben gezorgd dat het betaalbaar blijft en we hopen dat het tot zegen zal zijn voor heel Suriname. U hebt gezien, hè, nogmaals, to God be the glory. Zonder God kunnen we niks. En ik kijk naar broeder Johannes, hoe hij hier staat en zingt. En ik kijk naar zuster Gloria, hoe zij hier staat en zingt. Als je je laat leiden door Gods geest, dan ervaar je zijn kracht. En dan ga je gewoon inderdaad zoals het staat, Psalm 18 is mijn lievelingspsalm. Je loopt tegen legerbendes in en je springt over muren. En Gloria heeft dat laten zien, dat doordat ze begonnen is, en ook door diepte is ze gegaan. We herinneren ons de periode dat ze echt ziek is geweest. Maar kijk er nou. Ze staat daar in die kracht van God. En ze presteert. En inderdaad, kinderen ervaren dat. En kinderen leren, hè, want ze zaait, kinderen leren de kracht van Jezus kennen. En daar gaat het om. Dat was onderwijsminister en oud-bestuurslid van de stichting Wijd Mijn Lammeren, Lilian Ferrier. Ze sprak vandaag bij de launch van de eerste pennenvrucht van Gloria Liquishu, Hou je echt van mij? Het boek is uitgebracht in verband met 20 jaar kinderwerk in Suriname. Na de lancering van haar boek had Liquishu een signeersessie. Minister Ferrier deelde de aanwezigen ook mee dat enkele ministers elke zaterdagmorgen met leden van het christelijk platform bidden voor het land. Volgens haar wordt dit gedaan om alle problemen waar ze mee te maken krijgen in Gods handen te leggen. Elke zaterdag is een gebedsessie. We doen niks zonder hem. En dat is dus heel uniek dat we nogmaals ook in het leidinggeven van het ministerie met God bezig zijn. En niet alleen wij als ministers, maar ook het hele platform en alle mensen die bidden. Omdat, ja, ik heb het natuurlijk zelf ook nodig om zo te staan, zoals broeder Johannes en de zuster Gloria, in zijn kracht, geleid door zijn geest en eigenlijk ingegeven door zijn visie, welke stappen ik moet. De minister gaf tenslotte aan dat het boek van Liquishu ook veel kan betekenen voor de mensen in het onderwijsproces.